Welkom in ieder geval bij dit filmpje. Welkom bij de update van mijn channel. Zoals jullie zien maak ik dit filmpje even in Minecraft. Dit is voor de rest niks dat ik gameplay ga doen of weet ik wat. Ik heb alleen wel wat dingetjes te vertellen. Zoals jullie ook al zagen aan de titel, aan het plaatje, is er een update op mijn channel. En dat is dat mijn YouTube naam gaat veranderen, mijn YouTube plaatje gaat veranderen. Waar hiervoor de Snake 22 stond, dat gaat allemaal nu veranderen. De nieuwe naam is Die Wolf Gamer, dus eigenlijk in het Engels is het eigenlijk. En zoals jullie horen in mijn stem ben ik een beetje zenuwachtig, hoe jullie het vinden, hoe jullie erop reageren. Ik ga jullie in ieder geval vertellen, het is alleen een plaatje, het is alleen de naam die verandert, want de game kwaliteit blijft gewoon hetzelfde. Ik blijf nog steeds met deze microfoon praten, ik lever nog steeds de beste games kwaliteit op wat jullie willen zien. Ik wil nog steeds video's maken, dus ik ga niet helemaal compleet wat anders doen. Ik blijf gewoon lekker Minecraft filmpjes maken, games maken, of in ieder geval afleveringen maken. Er komt ook Thief afleveringen komen eraan. Dus er zijn in ieder geval heel veel dingen wat er nieuw komt. Maar ook dit is nieuw. Dus ik laat jullie even een update weten. Ik kijk nu op mijn tweede scherm in de tussentijd dat ik praat. En ik zie dat er 18 abonnees zijn. En het waren een paar minuten geleden waren dat 19 abonnees. Voordat ik het plaatje op mijn YouTube channel veranderde. En mijn naam veranderde. Dus dat is eigenlijk dat er één iemand weg is gegaan. En dat vind ik heel erg zonde. Ik hoop in ieder geval dat jullie andere 18 abonnees, dat jullie gewoon gezellig bij mij blijven. Dat jullie gewoon in ieder geval het vertrouwen hebben dat er niks gebeurt. En dat wil ik jullie ook geven. Zoals ik al zeg, het is alleen maar een naampie. De naam, de fotootjes, de achtergrond in principe van de YouTube channel. Dat wordt alleen veranderd. Voor de rest verandert er niks aan de gameplay nogmaals. Er verandert niks aan mijn audio kwaliteit of weet ik wat. Ik lever gewoon nog precies dezelfde lollige en beste kwaliteit wat ik wil doen. Lever ik naar jullie toe. Het is alleen een nieuwe naam, iets nieuws. Ik wil hiermee ook even wat meer bekender worden in Amerika, zodat ik daarmee ook contacten kan krijgen en ook meer support kan krijgen. Ik hoop in ieder geval dat jullie mijn support geven, dat jullie op mijn channel blijven geabonneerd. En dat er in ieder geval of iemand weer erbij komt dat het weer 19 abonnees zijn. Of natuurlijk veel meer. Ik hoop het in ieder geval dat jullie blijven. Dat is voor dit moment even de update. Wees niet bang als er iets verandert aan mijn channel dus. Het is allemaal goed. Ik blijf gewoon dezelfde game kwaliteit geven. Ik heb het nu 3 keer gezegd volgens mij. En ik ga in ieder geval bij deze stoppen met zeggen. Ik hoop dat jullie blijven. In ieder geval abonneren op mijn kanaal. Geef in ieder geval dit update filmpje in ieder geval een duimpje omhoog. En deel dit filmpje alsjeblieft ook met je vrienden via social media. Want dan weten die ook dat het veranderd is. Nog even een kleine update. Als jij dus mij opnieuw gaat zoeken via YouTube. Dan wordt het niet meer de Snake 22, maar iets anders. En dat is dus Die Wolf Gamer. En dat is gewoon iets nieuws. Dus wees gerust. Er is gewoon alleen een naam, plaatjes.
dat is eigenlijk de update. En voor de rest blijven de kwaliteiten blijven gewoon verder hetzelfde. In ieder geval, ik ga bij deze zeggen dus laters. En ik hoop dat ik jullie weer terugzie in een volgende video.